Wie dat wou, kon vanmiddag in het Red Star Line Museum terecht om er de ontwerpplannen voor de Oosterweelverbinding te komen bekijken. Het is het eerste van in totaal 9 infotentoonstellingen in Antwerpen. En ook in Zwijndrecht volgt eind mei zo'n infomoment. We hebben erop gelet en erop toegezien dat we zoveel mogelijk beeldmateriaal hebben, met ook met luchtfoto's dat die herkenbaar zijn. We zorgen ervoor dat er telkenmale voor elke infoavond toch zeker 4 mensen van BAM, mensen van de stad, aanwezig zijn om op vragen antwoord te geven. En ervoor te zorgen dat iedereen eigenlijk zoveel mogelijk informatie kan bemachtigen. Op panelen en met filmpjes wordt er uitgelegd waarom de Vlaamse regering precies koos voor het BAM-tracé, welke stappen er nog volgen en wat er nog verandert in hun wijk. Het aansluitingscomplex aan het Noordkasteel zal heel wat verandering met zich meebrengen voor het eilandje. Dat betekent dat de toegankelijkheid van het eilandje in belangrijke mate zal verbeteren en dat nu een boel slaafverkeer die nu zijn wegen zoekt naar de Leien, langs de Mexicobrug en dergelijke, dat het allemaal een beter traject zal volgen en ook meteen op de autostrade, op de ring liever kan gezet worden. Het volgende infomoment is nu woensdag vanaf 3 uur 's middags in het Noordstergebouw in de Damwijk.